benoemen het geheel van die zoetstoffen die uit de blaadjes worden opgezuiverd. Die noemen we steviolglycoside. Ja. En dat is een belangrijk gegeven dat men daar een onderscheid maakt tussen steviolglycoside en tussen stevia. Stevia, heb ik al gezegd, is de verzamelnaam van alle soorten van stevia, namelijk stevia ribaudiana is daar de enige van die ons interesseert. Ja. En dat is dus dit plantje. Dus dit plantje, ja. Meer dan 200, meer dan 200 verschillende soorten. Binnen de soort stevia. Binnen het geslacht stevia. Het geslacht stevia. Maar enkel dit plantje is eigenlijk te gebruiken binnen de voedingssector. En als sector, additief. Ja. Als additief, ja. Als additief. Dus laten we zeggen, er zijn landen waar dat je de plantjes kan gebruiken rechtstreeks en dat je bijvoorbeeld de blaadjes eraf trekt of ze zelf droogt en ze zelf gaat vermalen, dat je er zelf siropen van trekt of om het even wat. Maar vooralsnog is in Europa de plantje zelf alleen te koop als sierplant, niet als additief of als voeding, zeker en vast niet als voeding, want daar is men nog altijd mee bezig bij de Europese Commissie. Maar sinds 11 november 2011 mag onder wel bepaalde voorwaarden mogen de extracten van de blaadjes mogen die wel gebruikt worden. Ja, en die worden dan gebruikt omwille van hun zoete kenmerken. Ja, dat klopt.